Het was te verwachten dat het eiland een keer gekraakt zou worden. Al jarenlang proberen projectontwikkelaars er iets moois van te maken, maar de plannen komen niet van de grond. Nu wordt het eiland in elk geval bewoond. We hebben een onderkomen nodig. De meeste van ons komen van Friekens, waar ze lang gewoond hebben, variërend van 5, 6 tot 10 jaar. En de voorbereidingen om daar te vertrekken, die gaan vrij langzaam. Op een gegeven moment hebben wij het heft in handen genomen en hebben we zelf gezocht. En dat hebben we hier gevonden. Kraken mag niet, want kraken is bij wet verboden. En je kunt als gemeente, als burgemeester, kun je alleen optreden als openbare orde in het geding is. Daar krijg je dan advies over van de politie. En in dit geval, het is om een eiland, het is allemaal vrij rustig daar. Ik ben ook zelf wezen kijken. Is dat niet aan de orde? We kregen een tip en we dachten, dat kan niet waar zijn. Wie wil er nou niet op een eiland wonen? Met genoeg plek voor ons allemaal. En daarom zijn we hier gekomen. Het grote struikelblok in de ontwikkeling van het eiland is de verontreiniging van de grond. Er heeft jarenlang een scheepswerf gestaan en kennelijk daardoor is de grond verontreinigd. Een rapport van Adveco de Bond spreekt over lichte tot zware verontreiniging. En wij hebben begrepen dat de gemeente Amstelveen het niet over het water afgevoerd wil hebben. En de Oude Kerk aan de Amstel gemeente wil het niet over de weg afgevoerd hebben. Nou ja, het maakt ons niet uit of het nou over de weg gaat of over het water. Als het maar afgevoerd wordt, want het is gewoon vervuilde grond. We zoeken een plek om te wonen, maar kraken is een statement. Namelijk? Kraken heeft te maken met dat je eigenlijk een alternatieve manier zoekt om te wonen. Als die je niet wordt aangeboden of als die eigenlijk onmogelijk is. Maar als blijkt dat het toch niet onmogelijk is, omdat er natuurlijk heel veel panden bestaan en plekken bestaan waar je zou kunnen wonen. Maar die bezet worden inderdaad door misschien mensen met grootse plannen als deze man. Dan is het goed dat wij daar gebruik van maken. De gemeente is in het verleden opgetreden tegen de eigenaren van panden in Amstelveen die aan het verloederen waren. Ook in dit geval wil de gemeente dat gaan doen. We treden hier zeker op. We hebben hier te maken met een eigenaar die gewoon aan de slag moet. Het speelt al jaren. We hebben de afgelopen maanden geprobeerd om met die eigenaar in contact te komen. Dat lukte helemaal niet. Ik heb toevallig net vanochtend met de huurder gesproken van het blauwe huisje van het eiland. Zelfde ervaring als wij als gemeente. Er valt geen land mee te bezijden. Ik heb vorige week gezegd op verschillende plekken dat die eigenaar wat mij betreft er gewoon een potje van maakt. En dat wij daar als gemeente Amstelveen echt klaar mee zijn.